Yo, Desco Zol hier, en dat is Kasper. Welkom bij Fernbus. Lang geleden trouwens dat ik dit spel heb gespeeld. Want, het is nou eenmaal zo, ik heb ook wat anders gevonden. Namelijk, er is een nieuwe mod vrij. Namelijk de Nederlandse mod. Jee. Dus gelijk, stuurtje gepakt en huppakee, gas erop. Rijden met die handel. Alleen het nadeel van dit spel bij mij is dat hij zo allemaal magisch is mee opstarten. Ja, ik zit er wel op na te denken om binnenkort toch op zoek te gaan naar een nieuwe videokaart. Kijk, daar bent we dan. Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Groningen, daar kunnen we heen. En dan zag ik gisteren al een videotje voorbij komen van Bliefjes, dat hij al naar Arnhem is geweest. Dus ik ga niet naar Arnhem toe. We kunnen wel beginnen met dit zo. Even dit even weghalen zo, oké. Gaan we naar Willemshaven? Oh, nieuw. Willemshaven, dat is nou mijn beginpunt volgens mij. Ja. Dan gaan we gewoon naar Groningen toe. Klein stukje maar. 201 kilometer. 2 uur en 6 minuten reistijd. Prima. Doen we. Zeggen wij. En next. Oh ja. Was het ook alweer. Arcade was toch weer realistisch. Gokje wagen. Ik zeg Arcade. Met welke bus gaan wij rijden? Neoplan. Skyline of VDL'tje? Ja, doe het gewoon lekker Hollands VDL'tje. Even kijken, doen we deze? Doe gewoon lekker deze. Nou, hoop ik dat ik nu wel de goede bus heb, anders dan is het gelijk weer kut. En weer opnieuw beginnen. Deze update kost u €9,99 te verkrijgen bij de Steam Workshop. U kunt betalen met onder andere uw eigen bankpas, maar ook met Euromiles. Nee, dat is gewoon onzin dit. Airmiles, die bestaat er nog wel. Ja, dat bestaat nog wel. Airmiles, volgens mij, ja. Oké, skip dat maar eventjes. 1 hour later. Volgens mij heb ik nu de verkeerde versie gekozen, volgens mij. Dan moest ik wel akka. Oeh, hij is weer lekker, hoe dat? Weer lekker laggy. Heerlijk. Ik denk dat ik moet hem opnieuw starten, want ik heb de verkeerde versie gekozen. Ik moest dus wel de... Oké. Top. Opnieuw dus. Approximately 10 hours later. Kijk, en dan bij deel 2 staat hij lekker en ik er heel snel op, hè. Ik snap het af en toe. Ik snap soms echt niks van spellen. Open de doors. En close the door. Ja, we is hier weer in zitten. Zit! Zit. Ja. I. I. G. Airconditioning aan. Ja, shift up, shift down. Dat is allemaal bij mij zo. En dan hoop ik wel dat alles nu werkt, ja of nee? Zo te zien werkt alles bij mij nog wel. Kijk. Mijn stuur staat een beetje raar. Ja, ik zeg het. Ik heb altijd wel wat met dit spel. Kijk, nu zit ik allemaal wel redelijk goed nu. Zo. En dan moet ik alleen nog... Kijk, dat lijkt er meer op. We are going. Op naar Groningen. Er gaat iets boven. Groningen. Oh ja, mijn excuus voor de slechte graphics van dit spel. Dit is eigenlijk de... Zo, lekker dan. Weer een cut. Het is eigenlijk de enigste... een graphics mode die ik heb voor dit spel, waardoor dit spel nog wel een beetje normaal proper draait. Dus dat is een beetje een dingetje. Dus de beeldkwaliteit is dan niet uit je zo gezegd geweldig goed.
Zelfs mijn richtingaanwijzer werkt nog. Oeh, cool. Oh ja, dat is... Oh ja, ik weet weer wat het probleem was van dit spel. Dat mijn rem ook een beetje snel was. Beetje gevoelig, zou ik zeggen. Oké, hier staan we weer voor een stoptoon in het sein. Uiteraard. Oh, politie. Dan ga ik doorheen. Oeh, wacht even. En stop maar. Oh, nou moet hij wel. Alicante. Alicante. Ik had ook gehoopt dat ze dit ook wat minder lang zullen gaan laten duren, dit. Met die nieuwe updates die er allemaal zijn geweest. Maar ook dat is niet het geval. Sterk nog, voor mij sta ik nog langer stil dan normaal. Jongen, jongen, jongen zeg. Ja, hij is oranje. Ja, hij is groen. Yo. Gasten met die handel. Oh, hier moet ik al heen. Hallo. Zo. Nou. Spatie. Dan gaan we er even weer uit. Ditje open. Oh, wees weer die mensen weer allemaal weer. Oh ja, oké. Okay. Doen we dat. Ditje open. Ditje open. Ditje... Niet open. Deurtje wel open. Oké. Okay. Goedendag. Nou, gaan we weer. Hallo. Ja, als je even wacht. Ik moet even mijn tablet opstarten. Op telefoon. Heel goed. Waar moet je heen? Groningen. Mag je in? Wat zegt u? Poe? Oké. Okay. Nee, als je nou beter leest. Ik heb daar een bordje staan op de bus. Daar sta ik op waar ik heen ga. Guten Tag, das Ticket. Ach, Moment mal. Nog, kopen ze, ga eens naar de opticien of zo. Hallo mevrouw. Hallo, hier is mijn team dan. Ja, graag gedaan. En ik zie ook dat je zusje mee wil. Top, kappa, die staat hier. Hallo. Ik heb die anderhalve meter aangehouden trouwens met z'n tweeën. Top. Oké. Kein probleem, ik kom er schon terecht. Ja, oh ja, dat was jij die niet kon lezen. Oh ja, dat je ook niet kon lezen. Ben ik hier richtig? Ja, dat ben je zeker. Je bent hier zeker richtig. Servus. Zo. Sie wollen bestimmt mein Ticket. Ik heb de zon in zijn bol. Goeiedag man. Hallo. Hallo. Sie wollen bestimmt mein Ticket. Dat mag u. Auf ja, ik. Hé, hey, broer Strook, kijk maar. Hier staat je broer. Ja, want ik zag maar die anderhalve meter aan. Dat is wel wel netjes. Kun je nog een puntje aan vastzagen? Oké. Okay. Ja. En ik zie ook dat jij je zusje bij je hebt. God man. Hier. Die kwam ook al bekend voor. En die kwam ook al bekend voor. En jullie kwam ook al bekend voor. En hey, nog eentje. Goedendag. Drie broers, twee zussen in de bus. Lekker man. Deurtje dicht. Deurtje dicht. Deurtje dicht. Nou, jullie twee konden niet lezen. Dus jullie blijven nou lekker hier staan. Prima. Deurtje weer dicht. C. Nou moest ik. Drie is nog vertrekken, zegt hij. Oké. Okay. Ik heb een hele rare piepton door mijn koptelefoon heen lopen. Ook weer niet goed. Start white. Mooi. Nou, oh, en voordat ze gaan lopen zeuren over die echo-listing, moet ik ook nog weer naar kijken zeker. Kijk hoor. Denk ik weer vergeten namelijk. Maar die doen we niet, dat vind ik zo ons irritant. Die mag even on. Rustig mag on. Die mag on. Dit is allemaal goed. En dit is de airconditioning is on. Of kan ik niet zien of de airconditioning on of is. Ik kan het niet lezen. Ik hoef het nu wel erg warm volgens mij te worden. Eén van de graden. Vind ik al mooi. Ja, je kan het net lezen. Oké. Okay. Nou. Waarom ga ik niet normaal in die bus zitten nu? Oké, okay, zo. Oké. Okay. Nou, op naar Groningen. Oh, sorry. Nieuwe kansing. Op naar Groningen. Ja, je wacht maar even. Heel goed. Nou, blijf even groen alsjeblieft. Kijk, dat is nou mooi, hè? Braaf stoplichtje. Oh, nou, goed. Zo, wat veel politie hier op straat trouwens. Bliksems.
het er ook heerlijk voor, moet ik zeggen. Echt heerlijk. Jo, en we mogen. En we moeten alweer remmen. En we staan alweer stil. U zet voor een stop toen het zijn. Mag dat? Oh, lekker dit, Kasper. Dan zie ik weer niks. Handig. Oh, dat oké. En gassen. Ik wacht nog steeds op de nieuwe bussimulator. Die zou volgens mij, en als ik goed heb, volgend jaar moeten uitkomen. En dan gaan we daar weer mee verder. Ik ben gestopt met die andere bussimulator, want ik vond dat een beetje allemaal een beetje hetzelfde idee. Cruise control. Dat ook nog. Goed zo. Dus ja, ik ga wel verder met Fernbus, maar ja, zoals je al weet, Fernbus ik niet meer zoveel meer. Maar toen zag ik in een keer bij Bolivius, ook een leuk YouTube kanaaltje trouwens, ga daar eens een keer kijken, dat hij in een keer naar Nederland kon rijden. Ik denk, hey, wacht eens even, dat is wel interessant. Dus, wat kan zij gelijk, dit hebben we gekocht, deze DLC. En, nou, we gaan dus nu onderweg naar Groningen. Hoe vind je dit nou een leuke video? Dat hoop ik eigenlijk wel. Abonneren, druk op belletje, dan word je op de hoogte gehouden. Deskazolle, ik maak random filmpjes, maar ik ga eigenlijk na de kerstvakantie waarschijnlijk wel starten met een aantal vaste game spellen, zullen we zeggen. En ik zat zelf een beetje te denken aan Vehicle Simulator en dan Fernbus. Ik wil ook weer beginnen met Raft, weer opnieuw helemaal dat spel weer helemaal opnieuw gaan spelen. En nou, er komt er nog wel weer wat met trainen voorbij, want ja, dat blijft nog wel mijn passie, dus die komen nog wel terug. Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik zou zeggen, hou mijn kanaal in de gaten en dan zie je het vanaf na de kerstvakantie. Dan praten we eigenlijk vanaf 4 januari wat een beetje mijn vaste games gaan worden. En dan zal ik nog wel aan leuke dingetjes denken. Maar dat verklap ik nog niet. Dat gaan we nog niet doen. Maar goed, hou mijn kanaal in de gaten. Disconsole, nogmaals, druk op het belletje, word je op de hoogte gehouden. Alleen de maandag, dat vertel ik dan wel, dat blijft dan wel de vaste deskcam video's. Op de maandag blijven die dan wel vaststaan. We zijn dus nu nog steeds op Texel. En dan gaan we vanaf die maandag volgens mij al terug weer naar Zwolle. Is er nog iets groots op project te gaan? Ja, er is nog iets groots. Dat komt in de zomervakantie. Hoop ik dat we een beetje klaar zijn met dat COVID gebeuren. Dan ga ik naar 2 weken naar Duitsland toe. En daar heb ik ook wel leuke dingetjes voor. En dat zal pas dan een beetje rond het najaar zijn van 2021. Ja, ik ben al heel ver voor, dat weet ik, ja. Maar goed, hou mijn kanaal in de gaten, gaat van alles gebeuren. Hier op Deskcam Zwolle. Jee, the place to be. Groningen, je moet zo meteen af. Ik heb trouwens even een beetje lopen kijken. Ook weer naar een aantal YouTube kanalen. En ik vind de YouTube kanalen die druk wordt bezocht, vind ik op zich prima. De beste YouTubers onder ons. Niks mis mee. Maar ik vind ze allemaal zo druk. Dus denk ik, zo moet ik dat ook doen. Nou, kan wel stiekem proberen. En dan moet ik hier af. En dan ik in de gaten houden dat ik niet die auto's pak daar. En ik ga een beetje in de rem. En dan moet ik een beetje schakelen. En dan weer terug. En dan een beetje goed sturen. Anders pak ik die die vangrail. En we gaan nu aan de andere weg toe. Oh, wat een mooie weg. Oh, wat een mooie weg. Oh, wat een mooie bomen. Wat een mooie bomen. Wat een mooie bomen. Oké, ik hou op. Nou, zo gaat het ongeveer. Ik vind ze allemaal zo allemachtig druk. Take it easy. Take it easy. Oh, reclame. Dun 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 dun. Reclame. Ja, als het blijkbaar dat werkt, dan moet ik dat ook maar gaan doen. Nee joh. Het is echt totaal niet het aard van het beestje op dit kanaal. Dat je met deze bocht nou 100 km per uur erin mag. Dat vind ik knap. Oh, parkeerknopje. Die moet ik hebben.
nogmaals, mijn graphics is niet zo allergeweldig goed. Je moet het er maar mee doen. Nou, ja, vind ik trouwens wel een leuke voor de mensen die kijken hier. Daar kunnen we eens een keer een leuke comment voor maken. Wat vind jij een goede videokaart? Hoppa. Ga ik daar eens even naar kijken. En wat ik de beste comment vind. Voor die kaart, die ga ik dan kopen. Dat lijkt me wel een goed idee. Dus wat vind jij een goede videokaart? En dan praat ik een beetje op een videokaart tussen de 0 en de, nou doe ze gok, 250 euro, zou ik zeggen. Tot max 300. Dus wat vind jij een goede videokaart? En wat is een goede videokaart om dit spel goed mee te draaien? Ze laten ze weer wat berichtjes achter. Ga ik ze even lezen. Ik zal ze ook allemaal een beetje gaan beantwoorden. Mits ik daar tijd voor heb. Niet gelijk al van, ik heb een antwoord, een vraag, een antwoord geplaatst op je kanaal. En dan een dag later krijg ik pas antwoord. Ja, krijg je pas. Kan ook 2 dagen zijn. Of 3 dagen. Maar dat kan ook gelijk erachteraan zijn al. Dus, stelling van deze video is, wat vind jij een goede videokaart tussen de 0 en de 300 euro? En moet er dan ook een extra voeding in? Want ik heb nu voor mij een 400 watt voeding in zitten in mijn PC. Dus. Maar ik heb nog een voeding, want ik heb mijn PC en daar bovenop staat, daar onderop. Ik heb 2 PC's op elkaar. Eentje werkt niet meer. Maar daar zit nog een voedingbox in van 800 watt. Dus dan kunnen we niet helemaal uitslopen. Dan hoef ik ook geen nieuwe voeding te kopen. Haha. Goed, en we gaan door. We dwalen nu een beetje af. Als je afvraagt van, hey, je doet toch normaal altijd een webcammetje in beeld? Ja, dat doe ik hier niet, want dan zit hij precies voor mijn spiegels. Dus dan zie ik niks. Kijk, weer dat raar pieptoontje in mijn koptelefoon. Een maf geluidje. Het is nog 34 kilometer naar Groningen toe. Hier is een opvaart. Komt het een beetje bekend voor? Nee, want eigenlijk ben ik hier nog nooit geweest in deze hoek. We gaan wel eens naar Duitsland toe. Dan gaan we naar Noordhoorn. Dan gaan we bij Enschede, Hengelo, Enschede, Almelo, Hengelo, Enschede, de grens over. Dan komen ze niet in deze hoek. Ik ben in deze hoek eigenlijk nog nooit geweest. Ik ben ook wel eens Duitsland toe gegaan via Arnhem. Maar hier dus nog nooit. Nog nooit ben ik hier geweest. Het is al best veel vrachtverkeer hier trouwens. Kijk ook of ze straks ook de Martini-toren kunnen zien. De Martini-toren. Eén keer ben ik in Groningen geweest. Ah, meerdere keer. Ik heb daar zelfs stage gelopen. Oh, sorry. Wat geht denn hier ab? Ja, maar niet uit. Er was een autootje in de weg. Sorry. Oh, ik zit mijn kopskantoor af nou. Niet handig. Ik heb daar stage gelopen op Groningen, op een hele grote school. Was Pascal College? Nee, daar moest ik niet heen. Nee, daar heb ik een training gevolgd, Pascal College. Daar was het. Daar heb ik mijn OCB training gedaan, voor catering. Pascal College, Groningen. Had ik net mijn rijbewijs en moest ik gelijk naar Groningen toe. Helemaal in de stress. Ik kan me nog wel herinneren. Toen had ik nog zo'n Citroën Saxo VTS. Die auto heeft mij 3500 euro gekost en daar heb ik schade mee gereden. Onder andere was ongeveer 5000 euro. Alles wat kapot kon gaan in de auto ging kapot. Ik zal verder maar geen details opnoemen. Goed, we zijn momenteel wel in Nederland, zie ik nu. Dat is mooi. Zo, meneer gaat wel hard. Oh, nog een Duits kenteken zie ik. Ik vind die bochten zo haaks.
Hoe kijk je? Wel Nederlandse borden zie ik, dat is wel mooi. Rode til, oké. Okay. Rode til. Oh, tankstation, oké. Okay. Zit het nog 6000 of zo? Ik kan het niet goed zien. Ik heb trouwens eerst ook nog geen borden gezien met welkom in Nederland. Het is nog 42 kilometer rijden naar Groningen toe. Ja, ook nog Duitse kentekens. Oh, voor mij ben ik nog steeds in Duitsland. Waarom ga je dan een keer bij inhalen en daarna ga je vol in de rem? En dan gaat hij weer gas geven. Oké, nee, duidelijk. TML Studios, hè. Oh. Nou. Oké. Ga ik hem weer voorbij. Top. Niks richting aan geven. Zo. Het lijkt net alsof er een mug door bij een microfoon ingaat. Zo, weg. Ja, ik heb een nieuw wereldrecord gevestigd met qua muggen in de zomer. Voor mij 22 stuks. Allemaal aan één muur. Lekker man. Niet dus. Goed, we gaan door met Fernbus. Oké. Okay. Ik heb het gevoel dat ik nu wel in Nederland ben, want ik heb nu wel Nederlandse bordjes. Zie je dat? Dat is wel mooi. Groningen moet ik hier af. Oké. Okay. Kijk, hier heb ik nog wel Nederlandse bordjes. Zo, moet hier even leggy. Lekker. Hier dan al? Oh, hier zo. Oeh, de korte afrit trouwens. Mensen, kinderen. Kijk, bordjes uit. Mooi. Ook dat ziet er leuk uit. Ha, ruimt ook nog. Moet ik maar uitzetten. Nou, dan doen we de volgende video. Gaan we eventjes naar Arnhem kachelen. En dan doen we daarna van Arnhem naar Amsterdam. En waar waren ze dat al volgens mij? Wat is dit voor idiote bochten dan? Zo, hurry! Zijn Rowdy. Ja. Zoetachtvaron! Zoetachtvaron! Wat mag ik hier eigenlijk? 50. Waarom ga jij dat doorrijden? Idioot! Oh, Duitser. Zoetachtvaron! Welkom in Groningen. En uiteraard gaat mijn stoplicht hier ook weer op rood. Zo, hij rijdt ook gewoon door rood heen. Wat is dat voor zoetachtvaron? Wat voor me rijdt? Zo kan ik gewoon doorrijden. Ja, ga gewoon doorrijden. Het is wel goed. Hoppakee, gewoon doorrijden. Oh, gaat ook mijn Google Assistent er weer mee bemoeien. Lekker dan. Hier is de halte al. Oh, dit is een transition van Groningen. Dat ziet er wel weer grappig uit. Oh, dan gaan we zo even kijken. Dat is dan wel weer mooi. Ja, dit is wel redelijk bekend. Want ik kijk ook heel veel naar de filmpjes van Julien. Die doet heel veel OV-reizen. Wie? We zijn zo vroeg. Is weer niet goed dan. Jongen, jongen, dat je zeikert. Zo. Maar dit gaat allemaal. Dit is wel redelijk kloppend dit. Ik zet al C. Nee, ik zei C, zei ik. Heel goed. Oké. Okay. Even de deurtjes open. Zo. Komt u maar naar buiten toe. Ga ik even een fotootje maken. Moet even gebeuren natuurlijk.
So. Zo, daar een paar. En doe ik nog een paar zo. Heel mooi, kijk. Dat is wel mooi zo, met dat gooien erop. Hier weer een bier een beetje zo stoel naast te zetten. Zo. Oh, het werd ook in één keer niet meer. Heel vreemd. Ja, even wachten, ik ben een filmpje aan het maken. Een foto aan het maken. Als je even wacht. Duitser. Dit vind ik al een mooie, dit vind ik al een mooie foto. Voor een bus, zo, flixbus. Drop zo. Go into the bus. Waarom? Nou, zit ik weer in de bus. Nou, hartstikke fijn. Ik denk dat ik er gewoon nu ben. Toch? Logout. Ja, ik ben er gewoon. Oké, nou dan zijn we er. Dit was Groningen. Hou mijn kanaal in de gaten. We gaan binnenkort ook even naar Amsterdam. We gaan binnenkort ook even naar Arnhem. Misschien dat we dan eerst wel even naar Amsterdam toe gaan. En daarna naar Arnhem toe. Want Amsterdam ziet er ook wel heel mooi uit trouwens. Voordat we eruit gaan. Nog even kijken. Had ik nou nog meer van die route, of was het nou het enigste wat ik heb? Bin Laden, Bin Laden, Bin Laden, Bin Laden, Bin Laden. Ja, alleen Amsterdam. En Rotterdam ook nog. Oh, dan gaan we dus eerst van Groningen naar Amsterdam dus. En dan gaan we Amsterdam naar Rotterdam. En dan gaan we Rotterdam terug naar Arnhem. Dan rijden we van Rotterdam wel weer terug naar Dortmund. Of we kunnen ook nog naar Düsseldorf eventueel. Maar goed, hou mijn kanaal in de gaten, komt helemaal goed. Ik weet niet of dit nog een bootovertocht is. Ik denk het haast wel, zo te zien. Kunnen we het proberen. Misschien dat dit een bootovertocht is. Want dit is namelijk water, als het goed is. Kunnen we gaan testen. Gaan we een keer testen. Hou mijn kanaal in de gaten, Deskazolle. Druk op belletje. Word je op de hoogte gehouden. Word abonnee en dan zien we elkaar bij een volgende video weer. Hoi, doe goed en toedels. Dag.